mijn tramrestaurant, de Rotterdam. Ja, ik werkte bij de RET als marketing officer. Oh, daar werkte het. Ja, ik verkocht het OV in zijn totaliteit. En ik vond de tram al wel het gaafste, want ik kan echt de hele stad zien. Ik kreeg mijn vrienden niet altijd in de normale tram. Dus toen dacht ik, wacht even, als je nou kan eten en drinken, dan komen jullie waarschijnlijk wel. Dus nu zitten ze er vaak, dus het deed het weer. Is het dan ook leuk voor de Rotterdammer omdat je toch de stad al kent? Ja, juist. Je ziet echt, ik hoor elke keer van de mensen, oh, echt in deze wijk ben ik al zo lang niet geweest. Ik heb er allemaal nieuwe dingen gezien. Juist om weer herinneringen op te halen eigenlijk. Want normaal rij je door de stad, maar ben je onderdeel van het verkeer. Dus ben je aan het opletten en kijk je niet echt naar buiten. En bij ons kijken mensen echt weer naar buiten. Vier gangen diner, ook nog eens een amuse en broodjes vooraf. En dat is een beetje ja, Nederlands-Frans. We hebben nu een lekker wintersmenu, we passen altijd op het seizoen onze gerechten aan. En we bieden ook een lunch aan. En daarnaast weer voor afuur bieden we ook bijvoorbeeld borrelwitten, high tea. Ja, want je kan ook met de groep wel gewoon hierheen. Ja, je kan vanaf twee personen gewoon boeken voor de reguliere ritten. En dan heb je in totaal 44 plaatsen. Het is een oude tram waar we nu in zitten. Hoe oud is die eigenlijk? De tram is 50 jaar oud. 69, dus een oude dame. Heeft hij altijd al in Rotterdam gereden? Ja, het is echt een Rotterdamse tram. Er is ooit nog voorgesteld om een Amsterdamse tram neer te halen, maar toen dacht ik, ja, de Rotterdam moet gewoon een Rotterdamse tram zijn. Dus hij heeft gewoon in Rotterdam rondgereden. Nou, echt heel vet. Dankjewel. Ja. Ha ha ha.